Geen redelijk denkende werkgever beloont met opzet ongelijk. Ik ben nog nooit een werkgever tegengekomen die opzettelijk ongelijk beloonde. Toch komt ongelijkheid wel degelijk voor. Werkgevers moeten dus bewust gemaakt worden van de oorzaken van het ontstaan van ongelijkheid en ondersteuning kunnen krijgen bij het wegnemen van de oorzaken van ongelijkheid. Het bestraffende vingertje en nog meer regeltjes werkt eigenlijk alleen maar averechts. Goede werkgevers zijn allergisch voor betutteling. Functiewaardering maakt inschaling en beloning objectiever en dus minder ongelijk. Organisaties moeten dus een goed en gangbaar functiewaarderingssysteem gebruiken. De meeste grote organisaties doen dit al of kunnen dit eenvoudig gaan doen. Middelgrote organisaties zijn zeker niet hulpeloos. Het is wat lastiger, maar er zijn veel brancheorganisaties die hierbij goede ondersteuning kunnen bieden. Bij kleine organisaties ligt dat iets lastiger, maar niets is onmogelijk. Veel vrouwen onderbreken hun loopbaan voor meerdere jaren vanwege gezinsvorming. Bij herintreden wordt vaak ingeschaald onderin de loonschaal. Dat levert dus per definitie een loonachterstand op ten opzichte van de mannen die in diezelfde periode hebben doorgewerkt. Die loonachterstand is gedurende een klein aantal jaren goed te rechtvaardigen door relevant ervaringsverschil. Maar na een paar jaar behoort de beloning gelijk getrokken te zijn. Dus kortere loonschalen en sneller naar gelijk niveau. Bij reorganisaties die tot inkomensachteruitgang leiden, worden vaak heel erg langlopende afbouwregelingen afgesproken. Omdat de arbeidsparticipatie van mannen historisch hoger is, krijgen overwegend mannen daardoor een te hoog salaris ten opzichte van de waarde van de functie die ze uitoefenen. Bij afkoop ineens wordt dit langdurige ongelijkheidseffect voorkomen. Afkopen dus in plaats van afbouwen. Man, benoem eens iemand die geen kloon van jezelf is, bijvoorbeeld een vrouw. Bij benoeming in hogere functies zijn de vereisten niet altijd objectief bepaald. Veel mannen benoemen in hoger gewaardeerde functies bij voorkeur een kloon. Iemand die op dezelfde manier buffelt als hij zelf. Benoem nou ook eens iemand die het op een andere manier doet. Bijvoorbeeld in 4 dagen of door efficiënter te werken. Een vrouw dus. En dan niet in een lager functieniveau dan iemand die het op de mannenmanier doet. Als je diversiteit wilt binnenhalen, zul je met diverse ogen moeten selecteren. Als je meer vrouwen en medewerkers van diverse herkomst wilt binnenhalen, moet je werving- en selectieteam ook divers zijn samengesteld. Anders blijf je klonen zoeken en wordt de status quo voortgezet en de scheve personeelsopbouw bestendigd.